Deze kubussen stellen de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor van de Verenigde Naties, ook gekend als Sustainable Development Goals. Van de strijd tegen armoede, ongelijkheid en honger, tot het streven naar goede gezondheid, kwaliteitsonderwijs en eerlijk werk. Voor al deze maatschappelijke uitdagingen zoekt onze universiteit naar duurzame oplossingen. We maakten voor u een kleine selectie uit onze vele projecten. Onze faculteit architectuur is betrokken bij het project Solidair Mobiel Wonen. Ze willen braakliggende terreinen in de stad nieuw leven inblazen door er modulaire woningen te bouwen voor thuislozen. Dat zijn dus twee van zo'n moduletjes die wij ontwikkeld hebben. En het verschil met een gewone container is eigenlijk dat die gevels loszitten, waardoor je die modules op heel veel verschillende manieren bijeen kunt brengen en zo volledig eigenlijk de woningen aanpassen aan de wensen van de bewoners, maar ook de randvoorwaarden van de leegstaande terreinen waar we neer op zullen strijken. Op dit terrein staan enkele prototypes. De thuislozen zullen de woningen meehelpen verfraaien, waardoor ze ook meer vat zullen krijgen op hun eigen leven. Ook de buurt is sterk betrokken en de toekomstige bewoners stellen zich alvast voor. In deze kooi zitten dengue-muggen. Ze zijn verantwoordelijk voor het verspreiden van het dengue-virus, dat jaarlijks 100 miljoen mensen ziek maakt, vooral in tropische en subtropische gebieden. Dengue, of ook, we noemen het ook knokkelkoorts, dus hoge koorts en knokkels of knoken die heel veel pijn doen. En tijdens zo'n dengue-uitbraken zie je eigenlijk dat in die gebieden waar het voorkomt, dat de ziekenhuizen echt worden overspoeld met dengue-patiënten. Dus we hebben echt nood aan een therapie, aan de behandeling van dengue. En die therapie heeft het Centrum voor Drug Design Discovery samen met het lab van Johan nu ontdekt. Zit momenteel bij Janssen Pharmaceutica in klinische ontwikkeling. En we hopen dat dit het eerste medicijn zal zijn dat vele patiënten met het dengue-virus kan helpen. Religieuze verdraagzaamheid is een fundament voor een vreedzame samenleving. KU Leuven-onderzoekers namen dit samen met enkele Europese projectpartners onder de loep en ontwikkelden innovatieve tools voor het onderwijs. En historische religieuze vredesverdragen vormden de basis. We doen dat door jongeren te confronteren met historische voorbeelden van hoe in het verleden vrede en tolerantie heeft gecreëerd. En anderzijds door hen creatief te laten zijn en die docutubes te laten maken. En ze zijn creatief en tegelijkertijd kritisch. Ik denk wel dat dat een gouden vondst was, eerlijk gezegd. Ja, absoluut, ja. De strijd tegen klimaatverandering zit vervat in heel wat van deze duurzame ontwikkelingsdoelen. Zo is er een doelstelling klimaatactie, eentje over verantwoorde consumptie en productie en een zeer actuele over betaalbare en duurzame energie. Ook in deze domeinen zoekt onze universiteit vol toewijding naar oplossingen. Zullen onze landbouwers naast hun gewassen in de toekomst ook energie kunnen oogsten? In Bierbeek loopt er alvast een veelbelovend experiment. Hier werden zonnepanelen boven een perenboomgaard geplaatst. Wetende dat ongeveer 46% van Vlaanderen landbouwgrond is, als we daar maar een heel kleine fractie van omvormen naar agrivoltaïks, zijn wij ruimschoots in staat om onze huidige energienoden te dekken en op die manier ook aan duurzame energieproductie te doen. Een derde van de landbouwgrond in Vlaanderen zou geschikt zijn voor deze vorm van energieproductie. Fruitteler Jan ziet meer voordelen dan nadelen. We zien daar wel toekomst in. Het feit dat de peren misschien iets kleiner zijn, wordt ruimschoots gecompenseerd door de extra energieopbrengst. In euro's uitgedrukt denk ik het drievoudige van het verlies in waarde aan kilogramopbrengst. Dus dat is beloftevol. De bouwsector heeft een grote ecologische voetafdruk met 7% van de totale CO2-uitstoot wereldwijd. Onze onderzoekers hebben daar iets op gevonden. Ze ontwikkelden nieuwe milieuvriendelijke bouwmaterialen op basis van mijnafval. En opvallend, bij de productie van deze materialen komt er haast geen CO2 vrij. Bij Wienerberger, een van de grootste producenten van bouwmaterialen, vinden de eerste tests plaats en reageren ze heel enthousiast. Wienerberger believes very much in using mining waste. The faster we can save our primary raw materials, the better.
Alle zitbanken hier op het Hoeverplein zijn trouwens gemaakt van dit milieuvriendelijk beton. Prachtig toch? Maar ook de landbouw en de industrie kunnen nog duurzamer worden. En ook daar zetten de onderzoekers van KU Leuven sterk op in. Afgedankte elektrische apparaten bevatten nog heel wat kostbare metalen. Om de transitie te doen naar een circulaire economie, hebben we nood aan radicale innovaties, zoals deze zelflerende robot, die op een efficiënte manier elektrische toestellen, zoals laptops, kan demonteren. Zo hebben we interesse vanuit de elektronica-producenten, zoals robotsgasmaaiers, robotstofzuigers, maar ook vanuit de automotive, om te gaan kijken hoe dat batterijen van elektrische wagens kunnen teruggenomen worden op het einde van hun leven, om dan de producten terug te openen en de componenten of de batterijmodules hierin te gaan vervangen. Op minder grond tot 10% meer gewasopbrengst creëren, op een heel duurzame en milieuvriendelijke manier. Het kan dankzij een nieuw biologisch product op basis van een wonderlijke schimmel. Wat u hier ziet zijn maïsplantjes. Deze zijn behandeld met het product. Deze niet. Geeft tot een 10% meer plantmassa. Dat is toch mooi, hè? De wonderlijke schimmel is afkomstig van citribel en is daar een reststroom. Maar in de celwand zitten componenten die het immuunsysteem versterken. Niet alleen van planten, maar ook van dieren. Zo hebben varkens minder antibiotica nodig na het eten van voeder met de schimmelcomponent. Ja, die component is vrij uniek omdat we die kunnen inzetten in verschillende toepassingsdomeinen. Dus zowel in de varkensteelt als de kweek van de planten, maar ook als een dieetvezel in de voeding. Zo, dit was een greep uit de vele projecten van KU Leuven die bijdragen aan een meer duurzame samenleving. Maar er zijn er natuurlijk nog veel, veel meer. We hopen zo samen van deze wereld tegen 2030 een betere plek te maken.